Welkom bij deze nieuwe video. Ook een hele belangrijke video. Helemaal voor de Nederlandse community. Opsporing verzocht. Ja, wat houdt dat in? Opsporing verzocht. Opsporing verzocht houdt in dat ze programma's maken. En seizoenen van, wordt dat van mensen die gezocht worden door heel Nederland. Door heel Europa, heel Nederland. Elke land binnen of buitenland is nou Europa of geen Europa. Ze helpen om criminelen te verzamelen. Dus denk maar aan dat ze een oplossing van Nicky Verstappen. De moordenaar van Nicky Verstappen is een opsporing verzocht geweest. Drie Duitse gezochten waren criminelen. Fok Stalk, Daniel Leclette en Gawek. Drie Duitse gezochte criminelen. Of denk aan mensen die pinnen. Mensen die oude mensen voor de gek houden. Vanwege de bank, vanwege toen de coronatijd. Dat er duizenden euro's werden gestolen. Of denk maar aan die grote bankoverval van heel lang geleden. In dat grote gelddepot. Denk daar dan nog eens aan terug. Maar ja, opsporing verzocht jongens is hartstikke belangrijk. En als ik al deze video's zie, echt allemaal. Ik kijk heel vaak naar opsporing verzocht. Ik kijk er al vanaf misschien wel. Ik kijk er misschien al 6 jaar naar. En ik zie elke keer als ik opsporing verzocht kijk en dat ik hoor van mensen die waar criminelen naar binnen zijn geweest, dan denk ik me zo van, waarom? Je spoort voor geen meter, denk ik me zo van. Dat is serieus zo. Ik denk bij mezelf van, ga eens werken voor je geld. Ik denk, waar bereik je mee om andere mensen zomaar pijn te doen? Die keihard moeten werken, dag in, dag uit. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En ja, hoe zou ik het zeggen? Opsporing verzocht is daarvoor gemaakt. Om criminelen op te sporen. Om mensen in de gevangenis te belanden. En om bruikbare tips te krijgen. Voor heeft u wat gezien, ja of nee? Opsporing verzocht bestaat al zo lang. Bestaat volgens mij bijna 40 jaar. Ik zou ze aan Google vragen. Uitzending van Opsporing Verzocht was in 1982 en sindsdien is het programma een begrip op de Nederlandse televisie. Opsporing Verzocht is iedere dinsdag rond 21:30 s'avonds te zien op NPO 1 en wordt op woensdagen herhaald op NPO 2. Kijk jongens, hebben ze dat super lang. Echt super lang. En dat vind ik echt zo lang voor een programma, net begin jaren 80. Zelfs als ik sommige dingen zie, dan denk ik al bij mezelf van, jongens, waarom? Gaat werken voor je geld. Deze dood van die ene, van deze ene vrouw, nooit opgelost. Even kijken. Deze dood van deze vrouw, ook nooit opgelost. Van deze meneer de dood, ook nooit opgelost. Van deze jongen, ook de dood nooit opgelost. Hier, een gezochte crimineel. Dus jongens, we weten één ding met z'n allen. Opsporing verzocht is heel belangrijk. En ja, jongens, abonneer op dat YouTube kanaal Opsporing Verzocht. Ik zou een linkje in de beschrijving zetten. En dan zeg ik één ding. Laat eens